Goedemorgen allemaal, welkom op een nieuwe podcast van See Through the Stars. We zijn vandaag 13 november, vrijdag 13 november. En vandaag hebben we een zon die dat op dit moment nog net onder de horizon zit en al een klein beetje komt piepen. Maar die zon komt eigenlijk over de horizon piepen vanuit het teken schorpioen. En heel de week staat een klein beetje in dat teken. In het teken van terug boven de horizon komen. Herreizen. Vanuit de donkere dieptes. Want niet alleen staat die zon in schorpioen, zij maakt ook, of hij maakt ook, een mooie verbinding met de planeet Neptunus in vissen. Dus dat maakt het allemaal een klein beetje mysterieuzer, mystieker. En tegelijkertijd staat de maan in weegschaal. En voor diegenen die deze morgen wat vroeger opgestaan hebben en dat de zon nog niet zien opkomen hebben, die zien tussen de wolkensluiers een heel fijne maansikkel. Die zich ongeveer oost-zuidoost bevindt. En daarboven zie je een ongelooflijk mooie fonkelende ster. En dat is de planeet Venus. Dus wat wil dat nu in de astrologie zeggen? Dat de maan en Venus samenkomen in een conjunctie, dat wij noemen. In het teken weegschaal. En die conjunctie met de maan en Venus, dat is eigenlijk heel zachtaardig. Zachtaardig, fijngevoelig, mooi, comfortabel. Maar het zou een beetje te mooi zijn. Maar het zit een beetje in een mysterieuze sluier gehuld. En waarom is dat? Omdat de maan zo fijn staat aan de hemel. Dat wil zeggen, we gaan naar nieuwe maan toe. Dus we gaan naar een nieuwe maan toe in schorpioen. En wij hebben nu momenteel een donkere maan, gelijk dat we dat zeggen. Dus vandaag staat zij nog in weegschaal en dan zie je nog een hele fijne sikkel. Vanaf morgen ga je die maan praktisch niet meer kunnen aanschouwen, omdat ze net te dicht tegen de zon gaat staan. Of in de lijn van de zon gaat staan. En de zon gaat volledig de aandacht vragen. En dat noemen wij een nieuwe maan. Een nieuwe maan in schorpioen, die komt eraan. Die komt eraan op, even wachten, zondagmorgen. Zondagmorgen heel vroeg. De exacte nieuwe maan, maar eigenlijk voelen we dat vandaag al een beetje. Dat die duistere stukken stilletjes aan tot zijn climax komen. Dus dat al dat mysterieuze, dat weggestopte, dat donkere, dat komt eigenlijk dit weekend tot een climax. Wat wil dat dan allemaal zeggen? Dat er eigenlijk een hoogtepunt is in het schorpioenseizoen. En dat hoogtepunt, of die vernieuwing, in dit geval, die vernieuwing luidt een nieuwe periode in. En schorpioen is eigenlijk het teken van transformatie. Dus met deze nieuwe maan zouden we toch wel kunnen stellen dat we met een heel sterke transformerende kracht zitten.
Dus is dit een nieuwe maan om een mini-ritueeltje te doen, om een keer samen te zitten of om een keer uzelf volledig te vernieuwen? Ja, helemaal. Intentie zetten vanuit een vernieuwd stuk? Super. Dus die intenties, die gaan enorm krachtig zijn. En dat heeft niet alleen te maken met die nieuwe maan in Schorpioen. Er zijn nog dingen aan de hand. Want die nieuwe maan in Schorpioen, die maakt eigenlijk een heel mooie verbinding, gelijk dat ik al zei, met de planeet Neptunus. Dus het mystieke, het fijnzinnige, het kunstzinnige en vooral het spirituele, het universele, gaat heel veel gewicht in de schaal leggen. Of uit de schaal nemen, gelijk dat je het bekijkt. En niet alleen maakt die zon en die nieuwe maan daar een verbinding mee, maar maakt ook een verbinding met dat groot stellium, dus die grote samenkomst van planeten in steenbok, die dat we al heel het jaar hebben. Pluto, Jupiter, Saturnus. En in dit geval zit ook de asteroïde Pallas Athena erbij. Nu twee grote kalibers van dat kwartet, Pluto en Jupiter, maken ook vandaag, morgen, overmorgen en heel de week door hun conjunctie. Dat wil zeggen, die staan terug helemaal in lijn met elkaar. En Pluto hoort bij Schorpioen, want Pluto is de god van een onderwereld en Schorpioen regeert over alle schaduwstukken. En Jupiter is uitvergroting en groei en vernieuwing en optimisme. Dus, hoe kunnen we heel dat stuk, hoe kunnen we dat nu omschrijven? En ik was eigenlijk vanmorgen een kaarsje aan het aansteken en ik dacht, ah ja, terwijl ik die lucifer aanstak, zag je zo die vlam. En ik dacht ineens aan de phoenix. Schorpioen heeft te maken met de phoenix-energie. Dus niet alleen die diepte, die schaduw, die onderwereld, maar het eruit reizen uit die onderwereld. Dus het herreizen vanuit de assen. Dat is de phoenix-energie. Dat is de vuurvogel. Nu het proces, dat is het teken Schorpioen. Het eindresultaat, dat is ietsje voor later in de week. Maar het transformeren van het één stuk in het andere, dat is pure Schorpioenenergie. Ik ga dat even samenvatten, want wat wil dat nu allemaal zeggen in ons persoonlijk leven en wat wil dat nu zeggen in ons collectief leven, is dat er eigenlijk een soort van, deze week een soort van eindpunt en een nieuw beginpunt wordt gemaakt. Dus al hetgeen dat we meegemaakt hebben, heel het jaar door, wordt eigenlijk gekneed en gemengeld en al de oude stukken worden er nog uitgegooid of tussenvermengd of vernieuwd. En dat wordt allemaal in één grote soeppot gedaan en daar wordt een volledig nieuw gerecht uitgemaakt. Dus het is eigenlijk alsof dat we haute cuisine gaan maken met alle restjes dat we in onze frigo zitten hebben. Daar gaat het een beetje om. Dus dat wil zeggen dat we deze week echt wel de dingen gaan zien gelijk dat ze zijn. En ook ineens in het oog hebben wat dat we willen en hoe dat we verder gaan gaan. Dus het is een soort van afwerkingsfase om dat nieuw stuk naar voren te brengen.
Persoonlijk wil dat zeggen dat je echt wel, gelijk dat wij zeggen, het rock bottom punt hebt bereikt. En het enige puntje wat dat volgt op een rock bottom is terug naar omhoog. Is terug herreizen. Is alles terug herpakken. Dus dat wil zeggen dat er deze week evenzeer veel dieptepunten zijn, maar tegelijkertijd enorm veel kansen om nieuwe dingen in de wereld te zetten. En die nieuwe dingen in de wereld zetten, hoe gaat de energie van de kosmos dat het beste ondersteunen, is dat het in lijn is met je ziel. Dat het echt in lijn is met wie dat jij bent, met waarvoor dat je hier gekomen bent, met heel het stukje van wie dat je bent en wat dat je kan bijdragen aan een groter geheel. Dus dat is wel een stevige week, hè? Het is echt wel een heel stevige week, waar dat we echt die kracht van die Phoenix kunnen voelen. En waar dat we natuurlijk ook de keuze krijgen om te zien wat dat we daarmee gaan doen. Wat gaan we met die herrijzingskracht, wat gaan we met die vernieuwde ik, wat gaan we daarmee doen? En die vernieuwde ik, die staat het dichtste tegen onze ziel. Dat is in ieder geval de bedoeling van de kosmos. En daar komen we een stukje bij de pijnpuntjes van deze week. De keuze is aan elk van ons. Want dit weekend hebben we het dan over die vernieuwing. Heel de week loopt dat dan nog door. En we gaan zien dat we maandag komt die maan vanuit Schorpioen in Boogschutter. En die gaat eigenlijk een driehoek vormen. En een driehoek, dat is een harmonische verbinding. Dat is iets dat heel vlotjes gaat. Die maan in Boogschutter, die gaat een driehoekje maken met Chiron en daarna met Mars in Ram. Dus die maan in Boogschutter, die vernieuwde hoop, die vernieuwde visies, die vernieuwde doelen, die gaan eigenlijk in connectie zijn met Chiron, onze kwetsuren, en achteraf in Mars, onze daadkracht. Dus dat wil zeggen dat we in die vernieuwing, met die nieuwe doelen, enorm veel van ons innerlijke kwetsuren kunnen oplossen en ons innerlijke daadkracht kunnen gaan stimuleren zodanig dat we een nieuwe fase kunnen ingaan. En die nieuwe fase, dat is echt nog het beginpuntje. Dat is echt nog de trein dat in gang gezet wordt. Dus verwacht niet dat alles volle vaart vooruit gaat. Dat duurt nog even, maar in ieder geval het startschot is gegeven. Dus ook collectief gaan we zien dat deze week vrij cruciaal wordt en dat er heel veel dingen aan het licht komen waar dat het wel eens een keer volledig de verhalen kunnen gaan draaien. En natuurlijk komen er altijd shock-effecten bij als alles ineens draait, als de wind ineens van richting verandert. En dat heeft alles te maken, vanaf dinsdag beginnen we Mercurius terug te zien in Schorpioen. Die staat al een paar dagen in Schorpioen. Maar vanaf dinsdag begint Mercurius terug tegenover de planeet Uranus te staan. En Mercurius en Uranus, voor diegenen dat het zich nog herinneren, net voor Mercurius, dus een dikke maand en een half geleden, net voor Mercurius retrograde gegaan is, stond Mercurius tegenover de grote inzichtgever Uranus. Mercurius is aan retrograde gegaan, is terug direct gegaan en nu staat hij deze week, vanaf dinsdag, begint hij terug zijn oppositie te maken met de planeet Uranus. Dus ook daar
krijgen we die inzichtrijke, plotse omwentelingen. En dat gaat toch nog zeker een dag of drie door, waar dat heel sterk voelbaar is. Dus midden van volgende week, dinsdag, woensdag, donderdag, houd u vast, want dan krijgen we echt wel heel veel inzichten, plotse veranderingen. Maar dan gaan we ook een volledig plaatje kunnen zien. Dus dat zijn echt zo van die aha-momenten, waar dat we het echt door hebben. Waar dat we echt de clues kunnen nemen en waar dat we echt de inzichten hebben van ah, dat had ik niet gezien en nu is het mij duidelijk. Daarom. Zo komt dat. Och, ik had het niet zo kunnen bedenken, maar het is wel wauw. Dat is die energie. Dus er gaat nog wel wat aan het licht komen. Dus tegelijkertijd een vernieuwende week, een turbulente week. Toch nog wat oude stukken die daar opgekaast worden. Dus eigenlijk een hele troep van alles en nog wat dat in één week geduwd wordt. En dat allemaal net voor volgende week, zaterdag. Dus eigenlijk is dat voor de volgende podcast, maar ik wil dat toch al een klein beetje naar voren brengen. Volgende week zaterdag gaat de zon in boogschutter gaan. En dan gaan we een heel nieuwe energie hebben. Dus maar deze week zitten we in die volledige afrondingsperiode van Schorpioen. En dat is die herrijzing. Want als we in boogschuttersseizoen zitten, dan is de Phoenix eigenlijk al hangt in de lucht. En heeft in het beeld over heel de wereld, bij wijze van spreken. En heeft in alle perspectieven in zicht. En kan er eigenlijk geherstructureerd worden naar een nieuwe visie, naar een nieuwe geloofsovertuiging, naar nieuwe doelen stellen. Maar nu is het zo een overgangsfase van alles door elkaar. Dus van daaruit die herrijzen van de Phoenix of die vlinder dat eigenlijk uit die kokon aan het barsten is. En dat is ook een heel mooie metafoor. Dus echt het kokonneke barst en zo de vleugeltjes beginnen er een klein beetje ruimte te krijgen om eruit te gaan. Maar is dat een gemakkelijk proces? Nee, want die vleugels zitten helemaal verkrompeld en verschrompeld en dat moet zich nog een beetje uitzetten. Dus dat is de energie van deze week. Dus dan kun je ook al voelen, voor diegenen die toch meer de astrologische willen horen, dat Venus hier toch wel het niet gemakkelijk heeft. He, want Venus, de planeet van de rust en van de kwaliteit en van de schoonheid, ja, die haar vleugels zijn nog helemaal verrompeld en die moet dan nog helemaal schoon uitstrijken en zich ontplooien. Dus plezant is dat niet. Maar wel een mooi, hoe moet ik dat zeggen, een mooi eerste stapje naar die ontplooiing. En dan gaan we ook zien dat Venus stilletjes aan meer en meer en meer terug in haar krachten gaat komen, maar dat zal maar pas richting december zijn. Het einde van de week gaan we die maan ook nog heel het stuk in steenbok gaan zien verlichten. Want dan hebben we een vernieuwde maan die dan voor de eerste keer terug over dat trio van Pluto, Jupiter en Saturnus gaat. En voor de eerste keer gaat die maan terug over Jupiter, maar Jupiter is deze keer voorbij Pluto. En dat wil zeggen dat Jupiter ook aan een nieuwe cyclus begonnen is. En Jupiter is de planeet van de groei, van de vernieuwing, van de hoop. En in steenbok gaat hem daar ook de constructie voor kunnen maken. Die hoop die gaat vrij realistisch getint zijn. Dus dat wil zeggen,
dat die hoop meer zoiets is van, ja, positiviteit, maar laten we met ons twee voetjes op de grond blijven. Laten we zien wat dat de mogelijkheden zijn en laten we stap voor stap vooruit gaan en stap voor stap naar die groei gaan. En de maan gaat dat eigenlijk nog eens een keer verlichten vanuit een vernieuwd stukje. Dus al bij al is dit eigenlijk wel een hele mooie week. Qua stukje in het grotere geheel. Maar als je je moest voelen als een pop dat openbreekt en dat alles laat scheuren van zijn identiteit om een vernieuwde identiteit aan te nemen, ja, dan is dat compleet normaal in deze week. Dus aangenaam gaat dat niet zijn, maar laat ons erbij houden dat het echt wel de nieuwe vuurvogel is dat naar boven komt. En laten we hopen dat dat zich dan ook kan weerspiegelen naar het collectief. En dan ga ik daarmee afsluiten. En dan zie ik jullie graag volgende week terug. Of hoor ik jullie graag volgende week terug. Voor een complete nieuwe energie. Tot volgende week.